fantastische kruising. Hij kon een fantastische rit. Hij bleef rijden. Tot de laatste 100 meter toe bleef hij gewoon goed schaatsen. En ik denk dat Charlie Dave nu al even gaat scoren. Hij neemt u mee in zijn leven. Hij vertelt over zijn muzikale voorkeuren. Hij is hier, hij is het echt, dames en heren. Geen theater, dames en heren. Echt, dit is een real life voorstelling van twee van de meest glorieuze sporters uit de Nederlandse sportgeschiedenis. De een won goud, de ander zilver en ze vertellen erover. Vanavond hier in Studio 7 op de parade bij Sportmonoloog. Om 9:30, daar in die hoek, ga ik samen met Floris Evers twee super gave verhalen vertellen. Ik ga iets heel gaafs vertellen over de weg die ik heb afgelegd om de Olympische gouden medaille te winnen. En ik betrek er ook mijn liefde voor muziek in. We staan hier bij Sportmonologen op de parade. Iets heel bijzonders, het meest bijzondere van de parade. Waarom? Hier gaan topsporters iets vertellen over hun verhaal. Het zijn niet alleen maar topsporters, het zijn ook mensen. En ieder met een eigen verhaal. Vandaag bent u getuige van een uniek theaterexperiment. Sport is theater. Dit is het. Maar sporters staan zelden in het theater. Ik dacht, nou, ik ga het gewoon een keertje proberen. In het zwemmen heb je een aantikplaat. Daar zitten sensoren in. Die moet je heel hard aantikken, wil je tijd stopzetten. Want als er een golf water tegenaan gaat, blijft de tijd doortikken. Wat doen wij zwemmers? Wij tikken aan, maar met dit gedeelte van onze hand duwen we pas heel hard tegen die plaat aan. En in een split second, door die opperste concentratie, de zogenaamde flow, wist ik, ik moet nu iets bijzonders doen, wil ik deze race winnen. En ik besloot deze hand, deze vingers, met gestrekte vingers aan te tikken. Boom! Ik won op 600ste van een seconde, maar ik brak wel mijn vinger. In Sportmonologen staan de gewezen topsporters hernieuwd in de volle schijnwerpers van de aandacht. En gaan zij nog één keer de confrontatie aan met hun publiek. Maar nu laten ze de dekking zakken. En tonen zichzelf in al hun kwetsbaarheid. En in een split second, het leek heel lang, dacht ik, Oké, als ik dit een half minuut volhoud, anderhalf minuut, dan ben ik Olympisch kampioen. Maar hallo, ik. Hoogte- en dieptepunten. Die jongen, die heeft mij net in mijn been gestoken. Met een mes. Dat ging er hierin. En dat kwam er hier bijna uit. Glorie en verdriet staan voor even naast elkaar. Ik had er eigenlijk al helemaal geen zin in. Weer voetballen, dacht ik. In de arena van de ziel. Ja, die vijf jaar die maakt het lekker vol en dan hou ik er lekker mee op. Ja, dat was indrukwekkend. Ja, de mens achter de mens eigenlijk en het onverwachte. On the dark side of the road. Want wat je eigenlijk alleen vaak ziet is de sporter in zijn arena, zeg maar, en daar is het. En soms lees je een keer een interview, maar hier hoor je ook wat meer over de jeugd van de sporters, hoe ze tot een bepaald punt gekomen zijn. En hoe ze hun eigen carrière ervaren hebben. En dus, volgens mij is dat gewoon interessant. You just kind of waste. Dit moet je zien, omdat je op een heel klein theatertje de mensen achter de topsporter ziet. Dat moet je gewoon zien. 93, mijn eerste Olympische ervaring, deed ik op de 100 meter vrij 52,91 seconden. In 2008, mijn laatste race, 47,68. Wat betekent dat? Dat ik 15 jaar van mijn leven, 5,23 seconden, mijn ogen dicht, dan komt hij 21, 22, 23, 24... 25 en een klein beetje. Dank u wel voor uw aandacht. Welkom bij Sportmonologen. Ring it